De lijn waarlangs je kijkt noem je ook wel de kijklijn. Deze kan je gebruiken om vast te stellen of je iets kan zien of dat er iets in de weg staat. Om vast te kunnen stellen of iemand een persoon of een voorwerp kan zien, maken we een plattegrondje van de situatie. Vervolgens tekenen we een lijn tussen die persoon en hetgeen wat hij probeert te zien. Wordt deze lijn onderbroken, dan kan die persoon dat dus niet zien. Wordt de lijn echter niet onderbroken, dan kan die persoon het gewoon zien. Een voorbeeld. Je staat in een kamer en je kan door het raam naar buiten kijken waar verschillende kleuren bloemen staan. Als we nu een lijn trekken van de plek waar je staat naar de rode bloem, wordt deze lijn onderbroken door de muur. Je kan de rode bloem dus niet zien. Tekenen we eenzelfde lijn naar de blauwe bloem, dan wordt die lijn niet onderbroken. Je kan de blauwe bloem dus wel zien. Je kan ook het gebied tussen de kijklijnen kleuren. Teken dan twee lijnen langs de kanten van de ramen, want die bepalen wat je buiten kan zien. Kleur dan het gebied tussen de twee lijnen. Het gekleurde gebied is alles wat je buiten kan zien. Soms kun je ook kijklijnen gebruiken vanuit een zijaanzicht. Met behulp van een kijklijn kunnen we bepalen of de torenspits te zien is als je achter de boom staat. In dit geval kan je dus over de boom heen kijken en zie je de torenspits, want de kijklijn wordt niet onderbroken door de boom. En op deze manier kun je met kijklijnen bepalen of iemand een voorwerp wel of niet kan zien. In de volgende video leg ik je uit hoe je met behulp van kijklijnen kan bepalen waar de maker van een tekening of foto gestaan moet hebben. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer.